en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Jotrex, de enige echte. Nou, het heeft even geduurd voordat, zoals natuurlijk altijd, hoe was de kermis? Hoe was de kermis in Aalst? De allereerste kermis, hoe was die? Ja, hij was leuk opgezet. Ik vond het een hele leuke kermis. Als je moet kiezen, dan wordt het hem toch niet, dan wordt het toch Antwerpen. Als ik moet kiezen tussen de beide kermissen die we gehad hebben in België. We hebben er natuurlijk nu twee gedaan. Vorig jaar hebben we Antwerpen gedaan. Dit jaar zijn wij ook in Aalst geweest. Ja, en als ik dan moet kiezen, dan wordt het toch wordt het Antwerpen. Antwerpen was mooier. De gezondheid liet weer even in de steek. Ik was ook wel even bang om te zeggen van het is afgelopen met de kermissen. Want het was, ik had het weer vreselijk benauwd, had ik het. Maar ondanks alles, ik vond het toch een ontzettende leuke kermis, vond ik het. Ik vond het een geweldige kermis, vond ik het. En we gaan toch gewoon weer door. We gaan toch weer proberen om nog een paar kermisjes dit jaar te pakken natuurlijk. Dus het was een leuke kermis. Het was alleen jammer dat eigenlijk alle kermisattracties aan de... waar wij begonnen eigenlijk, daar had je alle attracties. En verderop achterin had je eigenlijk steeds minder. Waren allemaal kraampjes, eetkraampjes en zo. En had je minder attracties. Dus het was een leuke kermis in ieder geval. Blij dat ik hem weer gedaan heb, want we hebben natuurlijk weer de decadence gezien. Ik mag toch wel zeggen, mijn lievertje, een beetje. Ik vond de decadence vind ik altijd geweldig. Ik vind het altijd een geweldige attractie. Dus uitgezonderd eigenlijk die breakdance. En dat is dan de breakdance die roze is dat. Voor mij is die nu ook inmiddels weer, zag ik een tijdje terug op foto's dat hij alweer overgeschilderd was. Dat is een kleurtje, maar ondanks die eigenlijk kunnen daar heel veel attracties in Nederland nog wat van leren om zo'n show weg te geven. Ze geven altijd zo'n verschrikkelijke goede show weg. Dat mis ik wel in Nederland de laatste tijd. Het grappige is, de decadence. Dat was vorig jaar was dat. Ik weet niet of ik dat al een keer verteld heb. Maar in ieder geval. Er is een jongen. En dat is. Die is van Buskus. En wat was het? Buskus en dinges was hij. En die is daarvan. Die zagen wij op de. Die zagen wij dus in Antwerpen. Op de decadence zagen we die. Die gaf echt een complete toffe show. Gaf die weg. En daarna waren we in Heemvliet op de paardenmarkt. En toen kwamen diezelfde, kwamen we diezelfde gozer weer tegen. En toen was hij weer een show aan het weggeven bij de breakdance. Dat is die roze is dat. Ja, dat is echt geweldig. Hij brengt echt een show erin. Fantastisch. Dus Bufkes en Verwij is of zo is het. Ik weet het niet meer. Bufkes en Verwij volgens mij is het. Maar goed, in ieder geval hangen we er niet aan op. Maar in ieder geval, het is gewoon fantastisch. In ieder geval wou ik toch nog eventjes vertellen wat ik van de kermis vond. De andere kermisattracties, ja. Hetzelfde een beetje als in Nederland, alleen die ene attractie dan met die, dat je zeg maar schuin gaat en dat al die bakjes waar je zit helemaal rond gaat draaien. Dat was wel leuk. En voor de rest, er stonden ook weer een paar attracties op die je ook in Nederland hebt. En natuurlijk weer de gesloten gokhal, hè. Dat is ook wel weer bijzonder altijd, vind ik altijd. Want hier in Nederland is die open. Ik heb het ook in de vlog verteld. Dus dat vond ik wel heel apart, vond ik dat in ieder geval. In ieder geval bedankt jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Ja, en ik wil ook alleen maar zeggen, de groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi. Ik kan hem klippen in een Gucci of Lacoste pak. Want ik ben boef, gaat die jongen waar ze over praten. Zo high, maar ik doe geen thee.
spelen voor reclames. Je maakt gewoon reclame. Ik heb flows voor haters, mij zeeziek. Holla me heb ik het overvaren. SO-dreddies die blokken laten overvaren. Drie shows op een avond, meisje hier van zoetjes haasten.